Martens. Uiteindelijk 3-1. Ik denk dat jullie er vooral de eerste helft hebben weggegeven. Heb jij het gezien? Ja, inderdaad. We beginnen te nerveus, te nonchalant aan onze match. En daardoor krijgen we die eerste tegendoelpunt binnen. En dat weten we, als je zo vroeg een tegengoal slikt, dat het een moeilijke en een lange match zal worden. En dat je mentaliteit moet tonen van in het begin. En dat hebben we in het begin niet gedaan. Als het dan 3-0 van de rust, dan is het uiteraard heel moeilijk. Wat gaf de trainer mee voor de tweede helft? Ja, dat we allemaal moeten samenwerken als één team. Gaan voor elke bal. Tonen dat wij Club Brugge, Club ALE zijn. En knokken voor elke bal. Uiteraard missen jullie wel heel wat spelers. Dat maakt het natuurlijk niet makkelijk, want daardoor zijn de automatismen en dergelijke weg. Ja, inderdaad. We missen heel wat spelers, maar daar mogen we geen excuus van maken. Dat is nooit gemakkelijk natuurlijk als je veel basisspelers mist. Maar we hebben kwaliteit genoeg en daar moeten wij volop in geloven en volop voor gaan. Hoe is het als speelster om in het blauw-zwarte shirt van Club Brugge te spelen? Altijd heel leuk. We zijn trots op die kleuren en dat moeten wij veel meer laten tonen op het veld. En wat verwachten jullie nog van deze play-offs? Als je ziet vandaag, Anderlecht laat op weer punten. We staan daar Lidl punten in Gent. Dus het is eigenlijk een heel nieuwe competitie. Ja, we gaan match per match bekijken. We gaan voor elk punt dat wij kunnen nemen. Dat is logisch. En ja, natuurlijk het beste van maken en zoveel mogelijk punten rapen natuurlijk. Dus ook zeggen, niet te veel treuren om de 3-1 vandaag en op naar de volgende wedstrijd. Ja, zeker en vast. Ja, zeker en vast. Dankjewel.